Een stukje terug naar die basis van de geschiedenis. Wie zijn wij? Wij zijn geen migranten, wij zijn geen vluchtelingen, noem maar op. Maar wat zijn we dan wel? En hoe gaan we vooral de Nederlandse autochtone gemeenschap, hoe gaan we ze dan prikkelen van hé, er is hier wat aan de hand? Ja, dat ligt eraan natuurlijk met welk doel je dat wil. Ja, nou noem eens iets. Ja goed, als je de strijd onder de aandacht wil brengen, dan is die basis. Basis is in de hand, is gewoon samen met kennis, is dus gewoon een fundament. Ja. Dus over die gedeelde geschiedenis ben ik het helemaal met Gina eens, dat die heel erg belangrijk is. Tegelijkertijd, als je de gemiddelde, tenminste als ik bepaalde moeilijkheden ook spreek, soms kennen zij hun eigen geschiedenis ook niet goed genoeg. Nee. Dus het is niet alleen bij de Nederlanders. Tegelijkertijd wil ik wel even wat zeggen over, wij zijn geen migranten of we zijn geen vluchtelingen. Ja, eigenlijk maakt dat niet zo heel veel uit. Ja. Dat werd ook over het CBS rapport gezegd, ja wij zijn geen migranten. Nou, ja. Het is maar net welke terminologie je aanhaalt en op welke manier die tot stand is gekomen. Dus ik val daar niet heel erg over. Want dan creëer je zeg maar weer een soort van staat apart voor jezelf. Mm-hmm. Je doet ook heel vaak over de moeilijkste bevolking. Als ik spreek voor mijn project, voor mijn moeilijkste wijkproject, best redelijk wat moeilijkers. En die zeggen altijd, wij zijn zo speciaal. Nou, ik voel me niet specialer, ik werk met vluchtelingen. Ja. Ik voel me niet specialer dan een Syriër of een Eritreër. Dus ja. Wat dat betreft wil ik dat eventjes...